Door luchtverontreiniging leven we gemiddeld 8 maanden minder lang. Is er nog ergens schone lucht? Wat zegt de wetenschap? Nee, helaas niet. Niet in Vlaanderen en eigenlijk zo goed als nergens waar mensen wonen. Echt schone lucht bestaat voor een overgroot deel uit zuurstof en stikstof, met daarbij in minimale hoeveelheden enkele andere stoffen, waaronder CO2 en argon. Nu zit er ook stikstofdioxide, ozon, fijnstof en zelfs ultrafijnstof in de lucht. Te veel ozon is vooral een probleem in de zomer. Stikstofdioxide komt vaak samen voor met roet en ultrafijnstof. En dat fijnstof dat mag je letterlijk nemen. Dat zijn zeer kleine deeltjes, onzichtbaar voor het blote oog, die in de lucht zweven. Die kunnen van alles afkomstig zijn, roet uit dieselwagens of uit de open haard, maar ook mini-deeltjes van afslijtende autobanden, stof uit de metaalindustrie. Daarnaast wordt fijnstof ook gevormd door chemische reacties in de lucht. Gassen zoals ammoniak, afkomstig uit mest, reageren met stikstof- en zwavelverbindingen en binden tot nieuwe fijnstofdeeltjes. En er is trouwens ook een kleine hoeveelheid natuurlijk fijnstof, zoals zanddeeltjes en zeezout. En hoe hard moeten we ons zorgen maken om die luchtvervuiling? Luchtverontreiniging is een probleem voor onze gezondheid. Fijnstofdeeltjes zijn dus zo klein dat ze heel diep kunnen doordringen in de longen en via de longblaasjes zelfs in de bloedbaan kunnen terechtkomen. En zo hebben we aangetoond dat bij zwangere vrouwen roet tot bij de foetus te vinden is. Bij pieken van luchtverontreiniging of bij smog gaat de toestand van mensen die er gevoelig aan zijn, zoals mensen met astma of longproblemen, er onmiddellijk op achteruit. Maar nog belangrijker zijn de effecten op lange termijn. Door luchtverontreiniging leven gemiddeld 8 maanden minder lang. De kans op longkanker is veel groter als je in een regio woont met meer fijnstof, maar ook op hart- en vaatziekten. 5% van de hartinfarcten wordt uitgelokt door luchtverontreiniging. Nochtans wordt er hier wel wat aan gedaan. Uitstoot van auto's moet verminderen, lage emissiezones. Helpt dat dan niet? Laten we eens gaan kijken. Het afgelopen jaar is de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Er is nu veel minder stikstofdioxide, ozon en fijnstof in de lucht dan 20 jaar geleden. De impact of de verbetering van de lage emissiezone die is er misschien wel, maar die is er dan enkel heel lokaal. En langs drukke verkeerswegen is de concentratie van stikstofdioxide en ultrafijnstof nog steeds heel hoog. Daarnaast hangt fijnstof als een deken over grote regio's als Vlaanderen en België. Wat kan of moet er dan gebeuren? Op dit moment halen we in Vlaanderen meestal wel de Europese luchtnormen, maar die zijn niet erg ambitieus. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie is de lucht nog altijd te vuil. Als we ooit weer echt schone lucht willen, dan moeten er op alle vlakken, landbouw, industrie, verkeer en door ons persoonlijk, nog meer inspanningen komen. 1 enkele maatregel zal het probleem niet oplossen. Dat zegt de wetenschap.